Fietscrosskampioen Laura Smulders kreeg gisteren uit handen van burgemeester van Rijswijk van Druten de erepenning van de gemeente. Dat gebeurde tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie. Van Rijswijk liet tijdens zijn toespraak verschillende vlogs zien van geluksmomenten van inwoners van zijn gemeente. Ja, als ik terugblik op 2016, dan is het in ieder geval vanuit de gemeente gezien een geweldig jaar geweest. We hebben de 100ste vierdaagse natuurlijk door onze gemeente heen gekregen. Ik geloof dat de mensen op het plein in Nijmegen onze 9 gaven voor de doorkomst die we georganiseerd hadden. Dus dat geeft ongelooflijk veel trots. Daarnaast neem bijvoorbeeld een Dickensdag. Wordt steeds groter, wordt steeds mooier. En zo heb ik eigenlijk door het jaar heen van feest naar feest kunnen wandelen. Het is echt een tropenjaar geweest als het ging om niet alleen de warmte. Nou ja, we hebben een mooie presentatie gezien, denk ik, van allerlei vlogs van mensen die klein geluk lieten zien. Dingen waar ze dagelijks mee bezig waren, dingen waar ze blij van werden. En ja, op die manier toch een mooi beeld gaven, denk ik, van wat er hier in Druten gebeurt. Nou ja, kijk, je hebt gauw de neiging in het nieuws van de afgelopen maanden om de grote wereldpolitiek ten toneel te voeren. En ik wilde daar dus een contrast tegenover zetten door wat dichter bij de mensen te blijven. En te kijken van wat zijn nou de dingen die mensen gelukkig maken. En dan kun je ondanks al die dingen die gebeuren en ondanks de vervelende omstandigheden waarin je soms terechtkomt, kun je toch een gevoel van geluk hebben. Ja, Laura heeft de erepenning van ons gekregen. En dat was voor Laura misschien een eer, maar voor mij ook. Want het is voor het eerst in de tijd dat ik hier burgemeester ben dat ik hem heb uitgereikt. Sterker nog, het is al meer dan 10 jaar geleden dat we de erepenning, een mooie zilveren penning is dat, uitgereikt hebben. Nou, het was uiteindelijk een heel succesvol jaar geworden. De Spelen waren natuurlijk mijn hoofddoel, dus dat was wel heel jammer dat dat is tegengevallen uiteindelijk. Ik was daar in topvorm, maar helaas lukte het net niet in de finale. Ik ging onderuit in de laatste bocht, maar daarna heb ik nog wel mijn wereldbekerzege behaald. Dus daar mag ik wel heel trots op zijn. Ja, dat kan ook alleen maar als je iemand in huis hebt die dit soort prestaties levert. En ondanks dat ene moment tijdens de Olympische Spelen waar het niet helemaal goed ging, heeft ze het meest fantastische jaar van haar carrière achter de rug. Hè? Wereldbeker gewonnen, eerst op de UCI-ranglijst. Dus echt een kanjer.